De verkiezingsbelofte was geen IMF. Het was geen devaluatie, maar revaluatie. Geen stroom-, water- of benzineverhoging. Woorden van NDP-parlementariër Melvin Bouwva gisteren tijdens de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée. Hij zegt dat geen enkele maatregel die de regering heeft getroffen het volk ten goede is gekomen. Hierdoor ontstond er een felle discussie in het parlement. Integendeel, Suriname verliest haar kredietwaardigheid op elk vlak. Op dit punt ga terug naar het volk, regering. Tagarema, geef aan dat in feite u het volk hebt voorgelogen met allerlei beloftes en toezeggingen, valse informatie en daardoor aan de macht ben gekomen met nu een harde confrontatie dat wat is toegezegd en beloofd niet uitvoerbaar is. Breng partijen bij elkaar en zorg ervoor dat ja, van de toch beloftes minus attack alasan sagoboom, maar dat tenminste de helft daarvan en een deel daarvan in belang van die samenleving wordt uitgevoerd. VHP-parlementariër Mahinder Yogi zegt dat bij de gemeenschap het beeld wordt geschapen dat de woorden van Bouwva op waarheid berusten. Hij herinnert de samenleving eraan dat de regering Santokki Brunswijk het land in 2020 in een hele slechte staat heeft overgenomen. Maar laten we eerlijk zijn in de discussie en ook aangeven, voorzitter, waarom het nodig is geweest om maatregelen te treffen. Waarom het nodig is geweest om met IMF in zee te gaan, voorzitter. Wat hebben we de samenleving beloofd op 25 mei 2020, voorzitter? Wat hebben we overgenomen, voorzitter? Wat was de situatie in het land? En we kunnen elke dag hier onderstrepen dat de koers 7,52 was, voorzitter. Misschien bij de centrale bank. Maar wat was de koers op straat, voorzitter? En het verschilt niet veel. En waarom heeft men toen niet gedurfd, voorzitter, om orde op zaken te stellen? Waarom heeft men toen gehuldigd het principe van zand erover? Over alles heeft men zand gegooid, voorzitter. En wanneer deze president en deze regering nu probeert, voorzitter, orde op zaken te stellen, dat zand weg te vegen, voorzitter, de bezems inzet, voorzitter, maatregelen treft, zodat het inderdaad, we weten met z'n allen, het is echt niet makkelijk voor die samenleving, dat weten wij ook. Maar niet meneer Santokki is daarvoor verantwoordelijk, niet deze regering is daarvoor verantwoordelijk. Deze regering is bezig orde op zaken te stellen. Of moeten we die keus maken om niks te doen, voorzitter? En laten we maar precies zo pagaaien en pagaaien tot 25, dat die koers 500 wordt, voorzitter. Dat we niks meer hebben in dit land, voorzitter. Dat alle lekker leeg zijn, voorzitter. Willen we dat hebben, voorzitter? Deze regering heeft een moeilijke keus gemaakt, voorzitter. En het was niet de bedoeling, laten we eerlijk zijn, voorzitter. Dat vrienden geaccommodeerd zouden worden. Dat nepotisme aan de orde zou komen, voorzitter. Dat het volk misleid is geworden. Dat moeten we gewoon duidelijk zeggen aan het volk. Want we zouden niet aan, we hebben geprotesteerd tegen IMF, voorzitter. Hele vakbeweging. Inclusief BVL als. Ik was in de voorlinie, ik weet waarover ik praat. Wanneer anderen niet kwamen en op de loer stonden om later in het parlement zaken te komen verdedigen. Dat zien we niet gebeuren, voorzitter. Maar het is en blijft, voorzitter, misleiding als je hebt beloofd aan het volk 200 dagen. Zou er stabilisatie komen, voorzitter? Gaat u niet kijken. Een kleine keuken, een kip van 2 kilogram, voorzitter, is bijna 300 gulden. Toen de regering overnam, voorzitter, 16 juli 2020, was 1 liter gasoline. 6 gulden zoveel. Wat kost het nu? Vertaald in de portemonnee van de kleine man. Dan kan allerlei mannen hier komen op het schreeuwen, voorzitter, maar het volk pinaart. De Nationale Assemblée is gisteren aangevangen met de algemene politieke beschouwingen. Dit in aanloop naar de begrotingsbehandeling. Tijdens de eerste vergadering van de algemene politieke beschouwingen hebben assembleeleden over en weer beschuldigingen naar elkaar toegeuit.